Henny in het Hof, 2 tegen 1. Gefeliciteerd met de overwinning. Die had ruimer kunnen uitvallen als jullie wat slimmer hadden gespeeld in de laatste fase. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook waarom ik hier ook sta met een beetje zuur gezicht. Omdat ik, je kunt niet tevreden zijn, dat zeker niet als je met 11 tegen 10 speelt. Dat je gewoon niet de rust en de controle in je ploeg blijft houden om gewoon die wedstrijd veel rustiger uit te spelen. En dan gewoon naar 3-4-1 te gaan lopen. En die mogelijkheid hebben we echt wel gehad. We hebben sowieso, ondanks dat het slecht was op het tweede gedeelte, hebben we toch nog gewoon weer 2-3 kansen gehad die er ook in had moeten schieten. Dus nou, dat is enerzijds het probleem. Maar ik vind, wat ik nog jammerlijker vind, is het feit dat we gewoon veel meer controle nog moeten gaan krijgen. Zeker als je met 11 tegen 10 speelt. En dat was niet goed. Je krijgt daar wel voldoende kansen voor. Met name Stef van der Velde. Waarbij ik af en toe kijk, waarom beweegt hij zo ver van de bal af in plaats van dat hij in de bal komt? Ja, weet je, Stef die probeert ook voor zichzelf te zoeken van hoe kan ik nou het beste functioneren. En op een gegeven moment zie je wel dat hij heel vaak van de bal af wil bewegen. Omdat dan de tegenstander ziet hem niet eerst de bal vanaf Erik Rotman komt. En dan kijkt de voorstopper, kijkt naar de bal. En als hij dan wegloopt van de bal, dan moet hij wat makkelijker vrij kunnen komen. Plus dan gaat de bal over zo'n verdediger heen en dan is hij moeilijk te zien. Dus daar gokt hij een beetje op, dat is ook zijn type spel. Maar Stef is heel erg aan het zoeken om echt een basisplaats te gaan pakken. En dat wil hij dolgraag. En dat werkt hij heel hard. Hij viel heel goed in het eerste kwartier. Dat deed hij alles goed. In het tweede helft had hij iets veel en veel moeilijker. Ik weet zeker dat hij nou enorm op de balen in de kleedkamer. Maar ja, dat is wel de realiteit waar we mee moeten dealen. En hij ook. Dus hij zal er toch, ondanks dat hij vandaag een paar heeft gemist, zal hij toch hard blijven doorgaan. En er zal een moment komen dat Stef ook tevreden over zichzelf zal zijn. Van de week hebben jullie een prachtige bekerervaring gehad. Wel 6-0 verloren bij de landskampioen. Maar het was toch een mooi avontuur voor Genemuiden. Was het moeilijk om iedereen weer op aarde terug te krijgen? Nee, echt niet. Weet je, het is vaak vanaf de buitenkant gaat iedereen kijken. Oh, het is iets fantastisch, een happening. En natuurlijk is dat ook wel leuk, want dat maak je niet zo vaak mee. Maar we zijn wel met de competitie bezig. En het moet niet zo zijn dat juist die bekeravonturen, zeg maar de focus van datgene afhalen waar we mee bezig zijn. Dat houdt in dat we goed moeten voetballen. Dat we goed georganiseerd moeten staan. Dat we ook veel meer moeten gaan halen uit het aanvalsspel. En vandaag zie je op een gegeven moment ook weer dat we te veel zeg maar, wachten op dat die bal wel goed valt. En dan gaan we lopen. Maar we reageren te veel in plaats dat we van tevoren al gaan lopen. Dus ik in het voetbalspel vind ik dat we daar absoluut niet geen enkel moment mee bezig zijn geweest met het verhaal PSV of Den Haag. Dus nee, dat leeft. Tuurlijk is dat mooi als je het mag meemaken, maar je moet gewoon nuchter en realistisch zijn. En dat houdt in dat je vandaag een wedstrijd moet spelen. En dit is onze wereld waar wij ons in begeven. En daar moeten we het zo goed mogelijk in doen. Vorig jaar, daar kun je natuurlijk niet zoveel over zeggen, maar was de verdediging van Genemuiden vaak de gebeten hond. Je hebt nu een nieuw verdedigingsduo in het centrum. Ik wil iemand anders er even uithalen. Arjen Netjes, hij stond hier net ook bij me. Die heeft zich weer in het elftal gespeeld en speelt eigenlijk als in zijn beste dagen. Nou, ik vind het leuk om te horen dat jij dat over hem zegt. Want ik ken hem nu niet al die jaren hiervoor. Ik heb hem vorig jaar natuurlijk wel een paar keer gekeken. Maar Arjen heeft in het begin van de voorbereiding het ook een beetje lastig gehad. Hij heeft ook te maken met werk en dat soort zaken. Hij heeft ook een periode gehad dat Chris toen ook fit was en heel veel aanvalspel kon brengen. En dat het ook kon zijn. Nou, het kan Arjen worden, het kan ook Chris zijn. En we hebben op een gegeven moment ernaast gezet. En dat was echt niet leuk om te doen, omdat Arjen is altijd betrouwbaar, doet altijd stinkende best. Maar sinds dat moment, ik weet niet of dat ermee te maken heeft gehad, doet hij het fantastisch. En elke wedstrijd haalt hij nog een heel hoog niveau. En ik hoorde hij net wat zeggen over Locadia, nou daar heeft hij het goed tegen gedaan. Maar vandaag heeft hij het weer goed gedaan. Hij blijft en betrouwbaar en hij is agressief. En hij durft ook heel veel op te komen, dus hij gaat steeds meer dingen brengen. Nou, dat vind ik vooral voor hem heel erg mooi, want anders is het altijd net dat hij dan net de gebeten hond zou zijn. Maar hij doet het echt enorm goed en daar ben ik alleen heel erg blij mee voor hem. 2-1 gewonnen. Na die 6-0 van de week, is de druk op de trainer nu weg? Ja, maar er mag altijd druk zijn op de trainer. Als ze mij wegsturen, sturen ze me weg. Daar word ik echt niet warm of koud van. Ik bedoel, ik baal er het meeste van als we vandaag ook niet hadden gewonnen. Dan had ik ook zelf misschien wel gezegd van jongens, doen we het wel goed met z'n allen. Zo kritisch moet je ook zijn. Ik bedoel, dat zal ook een trainer zijn. Maar er was toch nog geen echte druk? Ik weet helemaal niet of het druk is. Daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Als het druk is, is het druk. En dan sturen ze me weg, En als ze tevreden zijn, zijn ze tevreden. En daar zijn we helemaal niet mee bezig. Niemand bij de club heeft me ooit iets laten weten of zo. En ik weet dat het een geintje is van jezelf. Maar ik wil alleen maar aangeven, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik hoop alleen maar dat die jongens zelf ook, hè, in de energie die ze erin steken, dat ze dat laatste stapje nog gaan maken. En niet voor mij, maar voor zichzelf en voor de club. En wat dat betreft moeten we nog echt wel veel stappen gaan maken. Want het is goed en we zijn blij met de overwinning. Maar we moeten wel meer brengen. Eerst feesten? Ja, dat is een aardig feestje vandaag, geloof ik. 85-jarig huwelijk, wou ik zeggen, van de club. Dat is lang, hè? 85 jaar, één vrouw. Mensen die in dat huwelijk meedoen. Nee, maar het is een mooi feestje voor de club. En dat is prachtig. En het is een heel mooi feest georganiseerd. Dus het zal een mooi avondje worden.